Meneer Harmsen presenteert ter gelegenheid van Caro's 75-jarig jubileum een hele speciale aflevering van Toen was geluk heel gewoon. Met natuurlijk Gerard Cox, Joke Bruis Sjoerd Plezier en Moena Goeman-Borgesius. Zij nemen plaats in de tijdmachine en voeren ons mee naar een zeer ver verleden. En let u op, ook naar de verre toekomst van het jaar 2000, waar de KRO anno nu haar verjaardagsfeest viert. Als dat allemaal niet verwarrend is, kijkt u zelf. Wij richten de camera nu snel op meneer Harmsen. Goedenavond, dames en heren. U zult zometeen getuige zijn van een historisch moment. Wat wil namelijk het geval? Ik heb een tijdmachine gebouwd. Ik loop al jaren met het idee rond en ik dacht, ja, het moet er nu eindelijk eens een keertje van komen. Ik wilde eerst thuis, maar dat wilde moeder niet. Ja, bang voor olievlekken. Ik zeg, moeder, wat geeft dat nou? Daar hebben we hapjes toch voor. Maar nee, je doet het maar op de zaak. Een vriendje Stokvis kan elk moment langskomen. En hij heeft zich aangeboden als poefkonijn. Voor de maiden trip, zal ik maar zeggen. De machine staat gericht op 1925. 40 jaar terug in de tijd dus. En nou maakt vriendje Stokvis dus een reportage over de vlucht. Voor zijn onvolprezen periodiek, De Bruine Rotterdammer. Maar eerst gaan we terug naar huize Koeiman. Voor scène... Eén. Ah? Scène één. Voor scène één. En dan zal u meteen duidelijk worden waarom Hapjes mij vanavond niet kan assisteren. Ik wist niet dat Kok van der Landen lid van de KRO was. Oh, zo lang als de KRO bestaat. Al 40 jaar? Ja, hij is een van de eerste leden. Oh, hoe oud is hij dan wel niet? 58. Zou je niet zeggen. Ach, natuurlijk wel. Hij heeft toch een hele oude kop. Maar kom maar naar slachten. Ja. Ja, slagers en poliers die worden altijd heel snel oud. Terwijl groenteboers niet. Nee, die kunnen dat op een hoge leeftijd fantastisch uit blijven zien. In Emma Compascum zeker? In Emma Compascum, daar kennen we helemaal geen groenteboers. Niet? Nee, daar kennen we ook helemaal geen groenten. Ja. Wat blijft de koffie? Komt eraan. Ah, daar zal je hem hebben. Ja hoor, dag meneer Hapjes. Mevrouw. Komt u verder. Zo, Hopjes, was je daar? Gaat u maar zitten, hoor. Meneer Hopjes, wilt u een tompoes bij de koffie of een moorkop? Ik vind het eigenlijk allebei wel lekker. Zus, pak jij de schoteltjes even? Gaat u toch zitten? Oh, ik ben toch zo benieuwd. Oh, ik ben eruit gekomen. Het heeft wat hoofdbrekens gekost, maar ik vind het zelf helemaal niet gek. Zo, de koffie. Dag, meneer Hopjes. Goedenavond. Zus, de kopjes. Oh, je zei alleen schoteltjes, hoor. Ja, hè. Waar blijft die vent van je? Ah, die zit in de tuil. In de tuil? Ja, hij is zich wassen. Het is toch geen zaterdag? Hij wil natuurlijk schoon zijn voor de reis. Hé? De tijdmachine. Hé? Dat weet je toch wel. Was dat serieus toch?
Ik ben bang van wel. Goedenavond. Simon Stokvis, jij gaat mij toch niet vertellen dat jij die flauwekul met die tijdmachine, dat je dat gelooft? Natuurlijk wel. Ik ga naar 1925. Fantastische primeur voor de Bruine Rotterdammer. Simon, jij bent toch een intelligente gozer? Dat dacht ik wel, ja. Jij hebt ze toch alle vijf op een rijtje? Hoogste IQ van de hele riool. Dan geloof jij toch niet in sprookjes? Ik geloof ook in Sinterklaas. Simon Stokvis, als die tijdmachine werkt, en dat beloof ik je bij deze plechtig, eet ik deze hoed op. Heel graag. Kom op, kegelen. Nee, ik ga naar Harmsen. Naar Harmsen? Ik ga toch in die machine? Nou? Vanavond. Jongen. Trouwens, dit is geen kegelen. Hé? De kok is toch bezig met die revue? Welke revue? Voor het 40-jarig bestaan van de KRO, toch? Ook dat? Ja, ze zijn het decor aan het bouwen. Op de kegelclub? Tuurlijk, krijgen we 100 gulden huur voor. Meiden, succes, hè? Jij ook. Oh, Sim, als je naar mijn compassium komt, maak je dan een foto van Josephine. Waar woont hij? Die staat in de bij. Goedenavond. Simon. Jacobus. Jij gaat niet alleenig naar mijn baas. Heb je benzine? Zat! Uitgegaan van een bekende melodie. Namelijk de postkoets van de Selvera. Huh? Ja, dat ken ik. Ja, zus, dat kennen we allemaal. Daarom heb ik het ook uitgekozen. Oh, vandaar. En ik heb me verdiept in 40 jaar KRO. Hè? Nou, dat was geen sinecure. Vanaf het allereerste begin, de oprichting door Pastoor Perquin, tot op de dag van vandaag met mensen als Henk Terlinge, Theo Stokkink en pater Leopold Verhagen. Ja. Meneer Harms, hè? Of weet je Stokvis? Goedenavond. Goedenavond, meneer Harmsen. De koeiman. Ja, meneer Harmsen. Jaap is nou eenmaal mijn chauffeur. Gelukkig, dan mag hij niet drinken. Dat hoef ik helemaal niet, hoor, meneer Harmsen. Meneer Harmsen, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik nog nooit een dergelijke tijdmachine heb gezien. Maar dit exemplaar overtreft mijn stoutste verwachtingen, hoor. Dank je, vriendje Stokvis. Dank je. En om dit historische moment van een extra dimensie te voorzien, daar heb ik een verrukkelijke fles wijn uit de kelder laten halen. Oh, om hem te dopen. Dopen? Ja. De tijdmachine, meneer Harmsen, net als mijn schip, dat je er zo'n fles wijn tegenaan keilt. Koeiman! Wat ben je toch? Ordinair. Dat wel, natuurlijk. Dit goddelijke vocht. Dat zich samen met Chateau Houssonne als enige van de classificatie premier cancru, classie A, mag bedienen, werd door Lodewijk de 14e de nectar der goden genoemd. Ja, Harmsen, het is een cheval blanc. Vriendje Stokvis, jij doet me elke keer weer versteld staan. Het jaar ben ik niet helemaal zeker van, maar van voor 48 is hij zeker niet, omdat het tanninegehalte nog behoorlijk pregnant is. Ik schat deze assemblage van Cabernet Sauvignon, Merlot en Cabernet Franc op 1957. Niet? 58. Jongen. Weet je dat wel zeker, meneer Harmsen? Want voor een 58er hebt hij behoorlijk dikke benen, hoor. Vriendje Stokvis, je hebt gelijk. Die hapjes nou toch weer. Ik had zo gezegd, een 58er. Zal die in het donker even mis hebben getast? Laatst dat hij het licht hem even aandoen. Dat mag toch helemaal niet, koeiman. Oh? Er liggen flessen bij die speciaal gebotteld zijn ter ere van de feestelijke opening van de Eiffeltoren. Lekker. Mijn kelder mag slechts betreden worden met een brandende kaars. Meneer Harms, het is allemaal heel erg interessant, maar we zijn hier uiteindelijk voor deze jongen. Ja, natuurlijk, dan ga je gang. Zo! Is het een beetje wat, Simon? Jij niet, koeiman. Nee, natuurlijk niet, meneer Harms. Ik wil de boerij een beetje heel houden. Ja, dat begrijp ik best wel, meneer Harms. Ook al begreep je het niet.
Ook dat. Vriendje Stakvers. Ja? Zie je die klok met die jaartallen? Jazeker. Die staat op 1925, hè? Klopt. Nou, links daarvan zie je een rode en een groene hendel. Oh, jazeker. Nou, als straks de deuren dicht zijn, dan trek je aan de rode hendel. En als je weer terug wilt naar 1965, trek je aan de groene hendel. Dus niet andersom, hè, Simo? Nee, koeiman. Natuurlijk niet. Maar dus doet hij het niet. Dat weet vriendje Stokvis heus wel. Natuurlijk. Nou, mensen, gluk af dan maar. Hè? En vriendje Stokvis, hij is nog enigszins experimenteel. Dus niet te lang wegblijven, hè? Ik ben zo weer terug. Ik geef nu gaarne het woord aan pater Gregorius. Die het een en ander uit de doeken wil doen. Met betrekking tot de oprichting van een katholieke radiospreekbuis. Heb ik daar zo goed samengevat, Gregorius? Heel graag, pater Alfonsus. Zoals u al weet, hebben onze gereformeerde broeders reeds hun schouders onder de NCV gezet. En het schijnt ook dat de vrijzinnige plannen in die richting hebben. Nee toch, hemeltje lief. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, ook de socialisten reuken hun kans. Dan mogen God toch verhoeden. Ja, maar dat is nou een keer onze democratie, hè? Zullen we die dan niet beter afschaffen? Ik wil u graag een oproep voorlezen die we namens het episcopaat morgen 24 november 1925 dus, in dagblad De Tijd zullen plaatsen en waarvan we verwachten dat hij een storm in een glas bisschopswijn zal veroorzaken. Daar komt. Stichting Katholieke Radioomroep. Dat komt erboven. Aan de katholieken van Nederland. Niemand op de hoogte van zijn tijd zal kunnen ontkennen dat de radio-uitzending een grote toekomst tegemoet gaat en dat zij een factor van betekenis zal worden in het godsdienstig en cultureel leven. Ongedachte mogelijkheden staan voor haar open en het zal wellicht niet lang meer duren en zij nemen in het maatschappelijk leven een even voorname plaats in als de pers. Ik was nog niet klaar. Als wij katholieken er groot op gaan en terecht steeds met onze tijd mede te leven. Als wij ons bovendien onze roeping bewust zijn om naar best vermogen mede te werken tot de verspreiding der christelijke ideeën. Als wij het woord van de meester gaat en onderwijst alle volkeren beschouwen als het eerst bevolen aan de katholieke kerk, dan kan het niet anders. Of wij moeten het moderne middel der radio-uitzending mede benutten ter verspreiding van onze ideeën op godsdienstig, wetenschappelijk en kunstgebied. Ik was nog niet klaar. Op verlangen van het doorluchtig episcopaat is een stichting in het leven geroepen die voor ons katholieken het orgaan zal zijn om de Rooms-Katholieke levensovertuiging in al haar breedte door middel van radio-uitzending tot uiting te brengen. En nou was ik klaar. Maar, pater Gregorius, hoe gaan we dan heten?
Dat is een hele goede vraag, pater Alphonsus. Het episcopaat heeft deze vraag bij mij neergelegen. En ik speel hem bij deze graag aan jullie door. Goedenavond. Goedenavond. Ben ik in 1925? Ja, inderdaad, zoals wij alle. Nee, pater Alphonsus, in het jaar des Heren 1925. Heel goed, pater Wilfridus, dank u wel. Graag gedaan. Maar waar komt u eigenlijk vandaan? Ja, ik kom uit 1965. Ja, ik vind het zelf ook tamelijk bizar, maar ik heb hier ook dus de Bruine Rotterdammer. Dat is de krant van de... Krant van de Roodtap van de Rotterdamse Riool dus. En kijk eens, wat staat daarboven? 20 november 1965. Ja, dat dacht ik ook. En ik zie trouwens dat de heren zelf ook van een lekker wijntje houden. Dan moet je dit eens proeven. Dit is een Cheval Blanc 1957. Sakkerloot, dat is niet wie. Ja, moet je eens nagaan. Je hebt net een wijntje geproefd waarvan de druif pas over 32 jaar geplukt gaat worden. He? Maar heren, aangezien mijn machine maar heel even kan blijven, zou ik u vriendelijk willen verzoeken om allemaal eventjes naar het vogeltje te kijken. En als u dan even de krant voor u wil houden, dan is die voor zijn roodkoperen. Zeg, jongeman, bestaat er in 1965 ook zoiets als een katholieke radioomroep? Jazeker, een van de grootste ook nog, de KRO. Goed bedacht. K? Oeh. Ja, best aardige programma's zo af en toe. Ook op tv. TV? Ja, televisie. Televisie? Ja, dat is dus radio, maar dat je het ook kan zien. Ben je wel helemaal goed? Zo goed zal jij wezen. Goedenavond. Goedenavond. Met een glaasje wijn in een kapelleke. Gaan we radio doen de Nee, stop. Wat nou weer? Ja, nou, het gaat me echt even helemaal te snel. Ik begrijp er helemaal niks van. Wilden ze niet op de televisie dan? Dat was het toen nog niet. Niet? De televisie stamt in Nederland van begin jaren 50. Hè? Oh. En de KRO is van? De katholieken. Van welk jaar? Ja, weet ik dat? Van 1925. Ach, zo oud. Dames, zullen we weer? Graag. En denkt u wel een beetje aan de verstaanbaarheid, hè? Want unisonozang heeft de neiging een beetje amorf te worden. Hè? Nou, je hoort het nou. Ga weer. Ja. 3, 4. Heel veel jaartjes geleden zaten vijf pastoortjes. Met een glaasje wijn in een kapelleke. Goedenavond. Simon! Ik ben toch zo blij dat je er bent! Ja. Simon, hoe is het gegaan? Grandioos, Nel. Jongen. Wat nou? Jullie geloven ook alles. Hey Jacobus, je hebt het toch zelf zien verdwijnen? Dat kwam door die rook. Ik ben in 1925 geweest. Ik heb hier een bewijs laten gelijk ontwikkelen voor pagina Bruine Rotterdammer. En mensen, ik zou je nog veel gekker vertellen. Harms is gelijk aan het sleutelen gegaan. En met een beetje mazzel kennen we ook vooruit in de tijd. En zitten wij morgenavond in het jaar 2000. Schijt nou toch uit! Maar morgenavond hebben we de revue van Kok. Half uurtje uit en thuis, dat haal je makkelijk. Oh. Harms. Dames, ik heb nog slechts een kwartiertje, dus zullen we nog even. Gaan we. 3, 4. Heel veel jaartjes geleden zaten vijf pastoortjes met een glaasje wijn in een kapelleke. Gaan we radio doen, de tegens en de voortjes. Nog een lekker glaasje, dank u welke. Zo, jongen. Hier is mijn ja, hoor, ja.
gelukt. Het is gelukt. Harms hebben een onbemande vlucht naar 2000 gestuurd. Machine is keurig teruggekomen. En wat legt erin? Een uitnodiging voor ons allemaal om het 75-jarig bestaan van de KRO mee te komen vieren. Ja! En dat de KRO een sterke omroep is, met programma's die zeer goed bekeken en beluisterd worden, en vooral hoog gewaardeerd, dat is uiteraard te danken, en ik zeg dat met nadruk, vooral aan de medewerkers die die programma's maken. Het zijn inventieve en creatieve mensen die dat allemaal bereiken en realiseren. Wij, de directie en de ledenraad en bestuur, zijn trots op jullie en op alle medewerkers die mee aan dat succes hebben meegewerkt. U zult misschien denken, hoe kan dat nou? En ik moet u zeggen, dat begrijp ik best. Maar ook ikzelf ben enigszins in de war. Hoewel, in de war, het is misschien meer een affaire. Nu er toch zijn, zou ik graag van de gelegenheid gebruik willen maken om u allen hartelijk te feliciteren met uw jarige NCRW. KRO, meneer. De hapjes. Neem me niet kwalijk. Dat denk ik wel. Om u allen dus van harte te feliciteren met uw jarige KRO. En de wens daaraan toe te voegen dat er nog vele mooie jaren mogen volgen. En bij dit alles hoort natuurlijk ook een cadeau. De hapjes. Ja, zoals u wel, maar. Eet smakelijk, Koeman. Jammer. Voorzitter, ik ben vannacht nog even de zolder opgekropen en vond daar een alleraardigs dingetje waarvan ik zelf altijd heb gedacht, ja, wat moet ik ermee? Maar waar ik me bij de KRO van alles bij kan voorstellen. Alsjeblieft, ja. Het komt uit Italië en Italië is, zoals u misschien wel weet, een land waar de KRO uitermate populair is. Alsjeblieft. Dank u wel. Oh. Ja. Er zit ook een lichtje in, dat is overigens kapot, maar ik kan me heel goed bedenken dat u een prachtig plaatsje in een van uw burelen zult vinden waar dit scheepje prachtig tot uiting zal komen. Dat denk ik wel. Mag ik u hartelijk danken? Dat mag u. Dames en heren, wij hebben zo meteen in de Kegelclub een optreden, een revue vanwege het 40-jarig bestaan van de KRO. En daarin zingen Zis en ik een lied. En misschien dat u het leuk zou vinden als wij dat hier ook ten gehore zouden brengen. Ja. Meneer Hopjes? Heel graag. Heel graag. Dan moet u zich er wel bij voorstellen dat het in 1965 is. Ja, en dan heb ik misschien ook nog even een hele rare vraag. Maar bestaat de MR Compasquam nog wel? Yes. Ja. Wow. Fijn. Geleden zaten vijf pastoortjes met een glaasje wijn in een kapelleke. Gaan we radio doen de tegenzender woordjes. Nog een lekker glaasje, dank u welke.
was begonnen de NCRV. Die durft het wagen een boodschap uit te dragen met een muziekje dat het goed deed. Stemde de protestanten zeer tevreden. En dat was dus heel uniek, boodschap en muziek. En voor een groot publiek, maar niet katholiek. Heel veel jaartjes verstreken, het is nu 65. Zitten we met een dalend ledental. Frits van der Poel en consorten doen een beetje pestig. Maar met Henk en Teddy is het altijd bal. Kijk, tante Hannie zwaait om 5 uur. En voor de vragen, Pater van Hagen, de karakieten zingen vol vuur. En Klaas van Beek speelt rond het middaguur. En over berg en dal horen we overal boodschap en muziek, heel katholiek. Heel katholiek, heel katholiek. Maar waarom ga je eigenlijk niet gezellig met me mee? Na 1965. Natuurlijk. Laat ik je de hele riool zien. En waar moet ik dan wonen? Bij mij natuurlijk. En jouw vrouw dan? Mijn vrouw vindt alles goed. Simon Starkvers! Dag. Dag. Ja. Ja, dames en heren. Er is een tijd van koelen. En een tijd van... Bedankt voor uw komst en veel succes met uw serie. Welke serie? Toen was geluk heel gewoon, mevrouw.